Dus mijn mond heeft veel consumptie, veel spikes om deze sweet story met jullie te bespreken. Maar voordat ik verder ga. Hé, hey, Blakastma, Surinamers. Wil je wat voor me doen? Kan je alsjeblieft abonneren op mijn kanaal. Op die manier laat je liefde blijken. En steun je me, want ik ga echt je steun gebruiken. Hé, hey, Kotakatori, Dus aibaya, welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. Eindelijk is die man veroordeeld. Ik wil niet zeggen eindelijk, want ik ben geen rechter in deze. Maar Balthasar is veroordeeld tot 20 jaar cel... Voor de moord op 15 mensen. Professoren, journalisten, uh, wat is dat andere? Anno, 2019. Kan je kan je voorstellen dat je meemaakt dat iemand wordt veroordeeld door een rechtbank? Maar die hele veroordeling heeft totaal geen waarde, misschien symbolisch. Niet eens voor die slachtoffers heeft het, heeft het waarde. Want deze man gaat nooit de binnenkant van een, van een, van een, van een gevangenis zien. Nooit zal hij zijn voet stoten aan een tralie van een, een gevangenisdeur. Boutussen is, is, zit, zit zo diep verworteld in Suriname. In het hebben van de macht in Suriname. Hij gaat nooit. Dus ik denk dat hij. Ik, ik weet niet, ik weet niet. Geen enkel geen, 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 geen land. Kan een, een president, nogal bij een zittende president, worden veroordeeld? En het zou niet het einde betekenen van, van zijn functie. Deze hele veroordeling, geen seconde heeft zijn hart of zijn gedachten of iets een moment overgeslagen waar. hé, hey, wacht die, spanning. Nee, 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 nee. De kans is natuurlijk groot dat hij in een beroep gaat. Als je slim bent, ga je natuurlijk in een hoger beroep. Uh, het, het, de, de rechters die bij uitgesproken zijn allemaal vrouwen. Dus dat is wel bijzonder, we zien dat in de rechterlijke macht in Suriname het goed gaat, met vrouwen aan de top. Maar hij is nu veroordeeld, officieel veroordeeld. Maar niets, niets is aan de hand. Niets. Werkelijk niets. Momenteel is hij in China, op staatsbezoek. Dus ik hoop niet dat die Chinezen hem... President, voorzichtig met wat je eet. We hoorden van die Sneezy, die, die, die chowmin Min met Niao Maar nu ben je in hun land. Ai, baya. Dus al die tijd, onze president is, is, is Chao met Niao met, met, met Poes Poesie. Zang. Ben je zo zichtig, wat je koud, man? Zo'n zo mozerij. Maar goed, dus. Bouta. Ik, 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 ik ben niet voor of tegen, hoor. Wat wel gewoon zo is. Een generatie van mij en, 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 en jonger. Ze hebben niets te maken met, met wat in 82 is gebeurd, december. Ze hebben geen her actieve herinnering, inderdaad, daaraan. En, 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 ja, weet je, die gangsterliebie ook wat, wat ze kennelijk misschien in, de, in onze president zien. Maar het is de oude generatie die wellicht misschien wel blij is met deze veroordeling. Maar ik ga jullie heel eerlijk zeggen: we weten allemaal, we zijn niet een stakje dichterbij of zo. Laat die eerst president af zijn, dan pas kunnen we praten misschien. Laten we kijken of hij niet tot, tot, tot in alle eeuwigheid president blijft en, en aanhoudt. Laat die eerst president af zijn, misschien dat er dan, ik weet niet, welk, ik weet niet welke president daarna hoor, het uh, gaat uitvoeren dat hij wordt opgepakt, dat het bevel wordt uitgevoerd. Want die hele, die hele rechtbank heeft geen enkel bevel uitgevoerd dat hij opgepakt moest worden, toch? Dat kan ook niet, juridisch gezien. Uh, wanneer die president afzit, af is. Dan gaan we kijken wat de consequentie daarvan is. Maar al die tijd Bouters uh, 15 Mae Dus nu gaan we kijken hoe, hoe, wat, wat de vervolgstappen zijn. Want dan gaat geen burgeroorlog komen. Niemand die het lef heeft om zijn hand uit te reiken om hem aan te raken. Zelfs de oppositie. Nu gaat de oppositie blaaskaken. Gaan ze praten, dingen, tactori, dit is zo. Boy, zitten jullie rustig. Ja? Want jullie zijn de oppositie momenteel straks is één van jullie aan de macht. Nu wacht ik! Wie gaat zeggen? Huh? Wie actie uitvoert? Het Ja? Nu moet ik horen jullie campagne. Verkiezingscampagne van ja? Mosro Teng! Mosro. Misro Misro Daar Dan ga je zien of mensen voor je gaan stemmen toch? Bauta moet weg toch? moet allemaal dat hij weggaat. Oké. Okay. Zet nu je verkiezingscampagne, Josro Tamang. Jullie beest. Ik zit hier in Nederland, is dat ik orde of praat over Surinaamse zaken? Maar ik vind dat hoe onze president nu viral gaat, de hele wereld praat over onze president. Dat een Surinamer ook mag, mag zeggen wat, wat zijn mening is. En mijn mening doet er eigenlijk niet toe. Maar de conclusie is het volgt. Helemaal niets is veranderd en niets gaat veranderen met deze uitspraak van het gerechtshof. Oké? Okay? Zorg ervoor dat jullie sopropor eten. Dat jullie groenten goed wassen wanneer je het koopt van de markt. Ja? Eet niet te veel zout. Voorzichtig met zout vlees. Ja? Zorg dat je kinderen in schone kleren naar school gaan. En zorg voor jezelf en voor je naaste. Moi. Wouta. Moi, als je in december 1982 verkeerd ergens liep. Dan je zaak is klaar met je.